82. Jan Jorans, nummer 8, met 10. Naar Pim Jansen, 153 met Nibali. En naar Pim Jansen, 195 met Dictus. 4 nog in de strijd en laat het horen. De jury heeft uw hulp nodig. Waar loopt uw winnaar? Waar loopt uw kampioen? They will show their horses, but you gotta help them. You gotta help our judges by giving a hand of applause for the best horse in this class. Here he comes, Nico Kalis, with Imer. Wim Jansen, Nico volgen alsjeblieft. De winnaar van de allereerste Bergenstand, de gouden bokaal, Beekbergen 2023. We maken hier geschiedenis en ik weet zeker dat hij blij is. Uw applaus voor Nico Kalis. 153, 195 en 8. And we have the world champion Boyd Axel, who did the judging together with Martin Hiller. And he would like to say something about this lap. Good evening. The top six competitors was very close. And then we tried to narrow it down to the top four, but the quality was very high, and we very much enjoyed the show. Good afternoon. I think the winner was straight away clear for everyone. And then the other places were hard to decide, but congratulations for everyone. Thank you very much for judging this class. It's a great honor for us being judged by world champions. Ik zei het al, grote eer voor ons als Targemaat mensen dat we beoordeeld zijn door wereldkampioenen. En niet alleen wereldkampioenen, dames en heren, maar grote promotors van het unieke KWPN Targpaard. De wedstrijd om de Bertus van Tergouw bokaal. En ik ga heel even naar Nico Kalis lopen om even naar zijn gevoel te vragen. En hij gaat ongetwijfeld ook even zeggen dat wat van de navel van hun paarden ook hier lopen. Daar nodig ik hem in ieder geval voor uit om dat te vertellen. Ja, Nico, hoe is dat deze wedstrijd hier te mogen rijden? Dat is denk ik al een feestje. En dan weer een succes met Imer en dan de allereerste met de Tergouw bokaal. Hoe voelt dat? Nou, dit voelt natuurlijk helemaal prachtig. En ja, dat hier te mogen rijden, je zegt het al, dat is een feestje. En dan met zo'n paard mogen rijden, kunnen rijden, dat is helemaal een feestje. Wat hebben we een schik met dit paard op dit moment? Hij doet het echt fantastisch, fantastisch. We zijn er zo blij mee. En ik wil bij deze, van deze plaats de familie Tergouw heel hartelijk danken. Dat ze ons in de gelegenheid stellen om onze paarden hier te kunnen showen. En ik ben er super trots op. Dat ik de Bertus van de Goud tevreden heb mogen afschieten als eerste winnaar. Dat blijft in de boeken. Het is geen woord Spaans aan, dames en heren. In de boeken, de allereerste Bertus van Tergouw bokaal. We gaan natuurlijk onze juryleden, die gaan even meerijden. Boyd Axel, de wereldkampioen bij de vier spannen. Ik zei het al, promotor van de tuigparen. En bij Wim Jansen, Martin Hulle. Achter Nibali. En we zien het al. Boyd Axel heeft de leidsels overgenomen van Imere. Daar komt hij. We gaan eens even kijken hoe dat uitpakt, dames en heren. Imere in handen van Boyd Axel. And here we see Boyd Axel showing Imere. And as a world champion, just with one hand, showing Imere.
komt die. Natuurlijk, uw applaus voor de winnaar van vandaag. In Ere, Hoi, Excel, Nico Kalis. Wim Jansen met Nibali, mooi in tweede plek. Gevolgd door Jorn Kuipers met Anytime. Richard Hofstra met No Time. Davy Jordans met haar man. En we zien Claudia van Magalé achter Jarana. En Kevin Hubliede presenteert hier Kentucky. Ja, dan komen ze nog één keer voorbij. En natuurlijk blijft u even lekker applaudisseren. Onze thuispaarden kunnen daartegen. Mooi, brengt NR even netjes terug. Geeft de lijstjes weer terug aan Nico Kalis.